Jij zin om nog veel te veel geld neer te leggen voor jouw FIFA 16 Ultimate Team Coins? Nee! Ga dan naar fifacoinservice.com, de goedkoopste en meest betrouwbare website van Nederland voor jouw FIFA 16 Coins en gebruik de code HART voor korting. Welkom mensen bij een nieuwe Career Mode op mijn kanaal. Ik weet het, oh mijn god, wat ik toch door... Ja, het was niet serieus dat ik ging stoppen, zo. Het was ook geen prank, maar het was zoiets van... Ik zei misschien, weet je, niet overdrijven. Maar in ieder geval, dit is een nieuwe Career Mode. Als we op deze video weer 1000 likes zouden kunnen halen, als dat kan... Dan zou het fucking chill zijn. Anders is het natuurlijk elke like wordt gewaardeerd al sinds de dag dat ik begon in 2013. Maar je ziet een paar stats en we doen het best goed. We staan tweede. We hebben de minste goals tegen met 8. En dat is van, dat vind ik fucking goed. Want mijn defensie is nog niet optimaal. Ik wil nog wel wat dingen aan veranderen. Kijk, Jenkinson heeft niet gek veel potentieel. En de backup O'Brien is fucking shit. Echt, die is 70 rated, 29 jaar. Weet je, dat wordt alleen maar minder. Dus ik zoek een nieuwe rechtsback. En dat is waarom ik jullie nodig heb. Wat is dit jaar een goede rechtsback om te halen? Zijn er nog echt een paar van die gasten waarvan je denkt... Holy shit, dat potentieel is door het dak heen zo goed. Of is er gewoon een gevestigde naam die misschien betaalbaar is om te halen? Laat me dat vooral weten in de reacties. Ik heb jullie nodig voor deze, want... Ik weet je, ik zit eind november nu. Bijna eind november, begin december. En de transferperiode komt er dus aan. Dus ik moet een beetje kijken wie zou ik wegdoen, wie zou ik halen. Ik wil niet alleen maar jonkies halen. Echt totaal niet. Tenzij ze echt gewoon ziek potentieel hebben. En ook gewoon nu al een toegevoegde waarde zijn. Want kijk, ik wil wel iemand die Jenkinson al kan vervangen. Dat is wel ideaal. En ik zou Tete kunnen halen. Die heeft wel redelijk potentieel. Maar ik heb al Bazour gehaald. Ik heb ook al Willems gehaald. Ik heb al Ziyech gehaald. Ik wil het een beetje breed houden. En ik was wel benieuwd wat Karstorp zijn potentieel is. Weet je, om een beetje breed te houden in de wereld. Misschien heeft hij wat totaal niet hoog gekregen van die E. Maar hey, ik dacht, laten we het even vragen. Maar die wedstrijd tegen Tottenham. Je ziet hoe raar de CPU's om zijn. Het was 0-0, 75ste minuut. En Eric Dier loopt richting eigen doel met de bal. Like, what the fuck is dat voor CPU? Dat soort story killt gewoon echt de game. En dat had ik laatst ook toen ik zei dat de CPU van de 70ste minuut Park de Bus ging spelen. Dan lopen ze gewoon letterlijk naar hun eigen helft. Like... Ik snap dat niet, dat had je vorig jaar ook niet. En nu is het opeens wel, het voelt echt belachelijk. Maar in ieder geval, ga gewoon door, volgende potje. We moeten tegen West Brom. En tegen West Brom is zo'n pot van, ja weet je, die moet je winnen. Ze staan ook niet eens in het linker rijtje, geloof ik. Althans zeg maar, als je op Eredivisie manier naar de ranglijst kijkt. Dus ik had zoiets van, die moeten we wel kunnen pakken. Nou, wat het opmerkelijk is aan de ranglijst bij dit seizoen, is Liverpool en City staan iets van 9e en 10e. Dat is belachelijk, joh. Maar goed, dat kan allemaal blijkbaar, want ik sta ook gewoon tweede. En Arsenal staat eerste, dus de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik moet dus ook een paar nieuwe spelers cyclen. Ik zou wel voor die respect of jullie een suggestie willen achterlaten. Maar ik denk ook dat ik een nieuwe spits moet hebben. Want meestal Sakko's en invalbeurten zijn niet al te denderend. En Valencia scoort wel goals, maar ik denk dat hij beter is als wissel. Zeker gezien zijn snelheid, het feit dat hij in ieder geval kan dribbelen kan in een late wedstrijd. Althans, laat in de wedstrijd bedoel ik natuurlijk. Kan dat heel handig zijn. Maar voor de rest heb ik niet echt het gevoel dat hij wat toevoegt. Terwijl Ziyech en Payet hem heel veel kansen geven, maar het is gewoon... het is net niet met hem. Overigens, over Ziyech gesproken, scoort hier eindelijk zijn eerste goal in de competitie. Wat te lang duurde. Maar dit keer, hij is ook meer zo'n CRM die echt gewoon het spel uitzet. Want je geeft gewoon de passes. Valt verder niet echt op. En dat is niet erg, weet je. Zolang je die assists geeft, is het gewoon prima. Hij heeft er nu al 4 in de competitie of zo. Wat, dat is natuurlijk prima. Ik scoor niet absurd veel. Weet je, zolang je gewoon wedstrijden wint en je krijgt er niet genoeg tegen. Althans, niet veel tegen. Is gewoon dikke prima, toch? Maar je ziet hier, het is niet al te gek. Dat is 7 schoten, 3 op doel. En de schoten op doel, dat zijn bijvoorbeeld ook die ballen, zoals je die ene zag, die mijn keeper net tegenhield. Ik praat echt super vaag. I know, vergeef het me even. Maar dat is bijvoorbeeld ook zo'n schot die mijn keeper dan net over de lat tikt, wat helemaal geen bijzondere bal was eigenlijk. Kijk, deze speler, ik weet niet precies hoe dat werkt, maar en dan moet je dit even voor hem bevestigen, want ik weet het dus niet zeker. Volgens mij is het zo dat als je die jeugdspeler dan een contract geeft, dan kan je hem trainen en dan kan je hem pas keihard gaan boosten, toch? Ik dacht dat dat is hoe het werkt. Dat weet ik niet echt zeker. Ik heb dat nog niet geprobeerd dit jaar in Career Mode. Ik speel voor buiten opnames om niet echt Career Mode. Dus als een van jullie dat wel weet. Waarschijnlijk is er vast wel iemand. Laat het dan voor even weten in de reacties. Hoe je zeg maar zo'n jongeling kan boosten. Moet je hem dan echt een contract geven? Of kan het ook gewoon terwijl die zeg maar in je jeugdteam zit? Dat is iets wat ik nog over twijfel. Dus laat me dat vooral weten in de reacties. Terwijl hier zo krijgt Shaw de bal. Shaw gaat random de bal door. En ze pasen best wel goed United. United was dan eigenlijk zo'n topploeg die wel een beetje goed voetbalde. Wel pas vanaf de tweede helft weliswaar. Maar het was tenminste iets. En Schneiderlin hier de bal. En net als gisteren in de wedstrijd tegen ik weet mijn god niet meer wie. Maar gisteren scoorde die ook. En nu sta ik dus 1-0 achter door hem. En ik had zoiets van, het is niet ideaal. Maar Bazour hier aan de bal. Fantastisch speler om te hebben. Schiet en Valdes weet te redden. Ja, ze speelden met Valdes. Niet met De Gea. Ik weet niet of die verkocht is. Of wat, maar in ieder geval speelde het Valdes wat mij uitkwam. Want ik scoor hier de 1-1 in de 70ste minuut met Enner Valencia. Het was niet echt een spectaculaire wedstrijd meer verder. Het was een beetje daarna een beetje dood. Zarate hier de bal mee en Lanzini. Allebei invallen, geeft het terug aan Zarate. En Valdes krijgt er nog net een hand tegen aan.
dit is bijna het einde van de aflevering. En ik dank jullie voor het kijken. Ik dank jullie wel voor het support op deze serie. Jullie vinden het blijkbaar chill genoeg dat ik dit nog blijf uploaden. Dus dank daarvoor. Maar dit is het einde. Volgende wedstrijd is tegen Stoke City. Het gaat prima. Ik hoop dat we eerst kunnen worden volgende aflevering. En ja, ik zie jullie later. Doei.